Zeer bekwaam, uitstekend gedaan, Theo van Duivenbode. Nu snel plaats, heeft er goed geplaatst naar Wim Jansen. Wim Jansen rukt daar een stapje gebied binnen. Nou eens even kijken wat er van terecht moet komen. Dat wordt misschien gevaarlijk voor AC Milan. Nu is trouwens Wim Jansen de bal, ik had even verkeerd gezien. Jansen van mij is schot. En over. Oh, zit hij erin? Nee toch. Zit erin? Hij zit erin. Oh, ik dacht dat hij overzeilde. Hij zit erin. Het is een doelpunt. Ik dacht dat hij erover zeilde, maar hij dook in de hoek. En Kuritsini staat daar verslagen in het doel. En Wim Jansen wordt daardoor alle Feyenoorders wordt hij omhelst en gepakt. En Treitel is eruit. En iedereen is gek geworden. Ze staan hier voor mijn ramen te dansen. 1-0 voor Feyenoord na 7 minuten spelen. Ik zag die bal daar met een zwaai naar het doel toe gaan. En even leek het erop Wim dat hij over zou gaan. Hij tikte wel op dat hij over zou gaan, Theo, maar hij maakte zo'n krankzinnig effect. Hij ging tegen de binnenkant van de paal en ging aan de andere binnenkant van de paal, ging hierin. Maar hoe hij erin gaat, dat kan allemaal niks schelen. Het was een krankzinnige hoek voor Wim Jansen om daar een schot te wagen. Kuritsini reageerde niet, er stond nog een verdediger die misschien had kunnen wegkoppen. Maar hoe dan ook, hij zit er toch maar weer in, hè? De geweldig doelpunt van Wim Jansen. Nou, ik kreeg de bal dus op rechts aangespeeld en ik wilde dus een voorzet geven. Toen zwaaide het dus over de keeper heen tegen de verste paal zo het net in.